Hoi allemaal, het is weer tijd voor een Nederlands filmpje van over acrylgieten. Dus, ik dacht van, weet je wat, we doen eens even een hele goedkope manier van acrylgieten. De verf die ik gebruik is Winsor & Newton. Deze. Dit is donker turquoise. Turquoise. En wat we doen is we doen een klein beetje verf in de beker zoals je ziet. En daar voegen we wat wit toe. En ik doe iets meer wit omdat ik een lichtere tint van deze wil maken. Dan doen we er wat water bij. En dat mixen we tot een mooi glad papje. En we zorgen ervoor dat de kleur, zoals je nu ziet, hier zie je nog wat witte doorheen. Dan heb je hem nog niet goed doorgeroerd. Dus je blijft roeren tot je één homogene massa hebt met één kleur. Geen strepen erdoor, gewoon door blijven roeren. En daar hebben we hem. Mooi licht. Dit is de donkere versie en de lichte versie. En voor mensen die heel erg gek zijn op turquoise, is dit een hele mooie kleur. Omdat je, hoe meer wit dat je erbij doet, hoe lichter de kleur wordt. Het is kleur nummer 232. En je kunt die bijna in elke kunstzaak voor kunstschilders kun je deze kopen. Het is een heel, gewoon heel veel verkocht merk. De kwaliteit van deze verf is heel erg goed. En het werkt perfect. Hierbij gaan we doen van de Action Home Deco Varnish. Dit is een laklaag. Eigenlijk lak je hier je schilderijen mee af. Maar je kunt er ook kun je dit gebruiken als je mengsel voor het gieten. Wat ik dan graag doe is 1 deel verf, 1 deel vernis. Dus de lak. Dus 1 op 1. En dat roeren we weer tot een hele mooie gladde massa. Zoals je ziet, nog steeds te dik. Hier doe ik bij een heel klein beetje vloedrol. Dit is Ovatrol vloedrol. Gewoon een klein beetje. Het komt niet zo heel nauw. Maar het helpt gewoon bij het verspreiden van de verf. Dat de verf soepeler loopt. Vandaar dat we het erin doen. En het geeft net een iets mooiere cel. Dus nu is alles gemengd. Gaan we kijken hoe dik het is. Bijna goed. Heel iets water erbij. Weer roeren tot we precies de dikte hebben die we zoeken. En dat zie je als het van het stokje afkomt. Kijk, dit komt in stukken eraf. Ik weet niet of je het ziet, maar je ziet steeds een stuk te afvallen. Dan is het niet goed. Dan doe je heel iets meer water erbij. En dan zeg ik ook echt iets, niet te veel. Anders moet je weer verf gaan toevoegen. Dus nu hebben we heel iets water erbij. En we laten het nu lopen. Nu zie je ook dat het heel iets sneller loopt. Nog niet genoeg. Klein beetje water erbij. En dit is eigenlijk je voorbereiding voordat je echt gaat gieten. Maak je al je kleuren op de goede dikte. Nou, daar zit hij ongeveer bijna goed. Ik doe er nog een klein stukje bij. Ik test nog even mijn andere. Die zijn nog goed, zie ik. Soms dikt het wat in. Dat ligt ook een beetje aan hoe lang je de verf laat staan voordat je het gebruikt. Als hij ietsjes indikt, dan hoef je alleen maar een klein scheutje water erbij en hij is weer op de goede dikte. Deze is ook goed. En de bruine is ook goed. Nou, dan gaan we deze nog even goed zorgen dat die goed in elkaar zit. Ik wilde een tikje meer bij. Je moet ongeveer denken aan honing wat van een lepel afloopt. Hij moet in één langzame stroom eraf komen en dan zit je goed. En dat is precies wat hier gebeurt. Je kunt het niet goed zien, maar geloof mij, het is.
Het is goed. Dan komt de siliconen erbij. Een paar druppeltjes. En die gooi je er even door. Goed mengen. Nou, dan is onze verf klaar. Dan kan dit aan de kant. Dan pakken we onze canvas. Hier hebben we de canvas. En we hebben nodig een beker waar we uit gaan gieten. Normaal giet ik een 20 bij 20. Dat is ongeveer zo groot. En dan heb ik nodig 180 milliliter. Tussen de 150 en 180. Dat is een volle beker. En ik heb iets meer nu, omdat ik natuurlijk een klein stukje meer ga gieten. Dus het kan maar zo zijn dat ik hem in twee keer ga gieten. Dat gaan we zo zien. Dus ik begin met lichte kleuren. Want die gaan natuurlijk als laatste uit de beker. En zoals je ziet geef ik hem altijd nog even een roer na. Zodat ik zeker weet dat alle siliconen ook echt in de verf zit. Donker turquoise. Dat is die. En nog een beetje van de lichte turquoise. En nu heb ik 150 milliliter. Deze ga ik wel als een flipcap erop zetten. En je zet je beker er neer. Je wacht niet te lang in deze stand. Want dan gaat al je siliconen die stijgen natuurlijk. Je veegt hem omhoog en je trekt hem terug. En zorg dat alles uit de beker de tijd krijgt om eruit te komen. Het is natuurlijk jammer als je halve bekers dan niet gebruikt. Nou ga ik hem zorgen dat hij echt lekker over het hele doek loopt. Maar kijken wat een mooie cellen al. En deze kant op. Deze loopt iets langzamer dan mijn normale mix. Maar dat komt natuurlijk omdat het lak is. Nou denk ik van oké, ik wil hem eigenlijk niet te veel nog drukken. Dan ga ik nu mijn tweede beker maken. Dat doe ik even snel. En ik geef hem even voor de zekerheid één slag. Omdat ik hem hier op ga leggen. En dit helpt natuurlijk met het, ook het vloeien van wat nog op die canvas zit. Hier gaat hij. Gaat hij mooi over de rand. Dat is hem. En dan pakken we nou de brander erbij. De brander is eigenlijk niks anders dan een crème brûlée brander. En wat hij doet is die trekt de siliconen naar de bovenkant. En daardoor ontstaan de cellen. En ik merk dat hij bijna leeg is, dus ik ga even een andere pakken. En ik ga hem ook echt helemaal met de brander bewerken. Is ook goed voor de luchtbelletjes wat in de verf achter zijn gebleven. Even
even kijken of we ze iets op kunnen rekken, dat ze iets groter worden. En heel eerlijk, ik mis eigenlijk een klein beetje de kleur. Dus dat gaan we even nu herstellen. Ik wil toch iets meer van de bruin. En iets meer van de donker turquoise, want die mis ik een beetje in het gehele gitwerk. Even met het roerstokje erdoor. En dan gaan we die aanbrengen. En deze keer ga ik ook echt meteen de brander erop loslaten. Want we gaan deze gaan we iets groter maken. Dus dan ga ik eerst omhoog. En dan gaat hij over de rand. En dan laat ik hem naar beneden komen. Tot ik denk van, oh, dat vind ik mooi. En daar komt nu, zie je ook echt al dat turquoise naar boven komen. En dat, daar was het om te doen. Dus dan kunnen we zeggen, hij is geslaagd. Eén keer nog nabranden om de kleine luchtbelletjes te verwijderen. Dat was hem. Zoals je ziet, je ziet niet dat er weer een laag overheen is gegoten. Dat is niet te zien. Dat vloeit in elkaar over. Natuurlijk door ook de hulp van de vloedrol. Die zorgt dat het echt goed vloeit. Dus dit is hem. Ik zal hem even close-up doen. Even kijken of die in focus is. Daar is die. Nou, daar zijn we tevreden over. Alleen ik denk dat deze echt vraagt om een heel klein beetje glitter. En ik ga toevoegen een hele fijne kunstglitter. En ik wil hem eigenlijk alleen langs de rand. Dus dan ga ik hem ook heel voorzichtig toevoegen. Deze bruine hier, deze rand, daar ga ik langs met een klein beetje glitter. Oeps. Dat is wel een beetje veel. Yes, it is. Nou ja, kijken we zo naar. En ik heb natuurlijk ook een beetje brons. En hierboven een klein beetje. That's it. Dit zetten we weg. Dit laten we drogen. Ik zie trouwens wel een klein hoekje wat nu een beetje tevoorschijn komt. Als je dat hebt, dan pak je gewoon wat verf van je tafel. Wat matcht bij het gedeelte wat ernaast ligt. En dan kun je zo aanstippen met een stokje of met een pletmes. En dan kunnen we hem wegleggen om te drogen. Nou hebben we natuurlijk hier een mooie hoeveelheid verf op onze tafel liggen. En wat je daarmee kunt doen is het opscheppen met een pletmes, zoals je hier ziet. En pakken we deze kleur erbij. En we trekken hem één keer zo naar beneden. En dit is een prima achtergrond voor een kaart. Voor mensen die kaarten maken, voor een beetje scrapbooking. Zoals je ziet, mooie kleine celletjes. Als je hier met een pond straks, als die droog is, zal ik ook laten zien in de loop van het weekend. Hier pond je hele leuke figuren uit. Die kun je gebruiken voor je kaart.
En dan op deze manier gaat ook eigenlijk niks verloren. Ik pak er nog even eentje bij. Wat je ook kunt doen is gewoon van je tafel afschrapen. Zoals je hier ziet. En eigenlijk is het al een prachtig patroon. Als je ziet hoe al dat verf mooi door elkaar loopt. Dus als je niet zo gek bent op al die cellen, dan is dit een mogelijkheid. Als dit droog is, kun je hier ook gewoon met een pons kun je gedeeltes eruit halen. Maar wat je ook kunt doen, is dit gebruiken voor in sieraden. Waar je met een kunsthaarslaagje het afdicht. En dat staat prachtig als een hanger aan de ketting. Nou, als je dit niet zo interessant vindt, wat je dan ook nog kunt doen, is iets met een lichtere kleur. Doe je helemaal langs de rand. Zoals je ziet nu. Dan zorg je dat je paletmes goed schoon is. En je trekt die bovenste kleur over de onderste laag. En zo kun je behoorlijk bepalen wat de hoofdkleur van je papier wordt. Zoals je nu ziet is het hoofdzakelijk heel mooi licht turquoise. Als ik hem dan dichterbij hou, dan kun je ook zien al de figuurtjes erin. En ook deze kun je gebruiken om sieraden te maken of gewoon als een stuk papier om uit te ponsen. Dan wil ik er nog één maken die iets donkerder is in plaats van licht. Dus dan pakken we weer alles wat we hebben op de tafel. Laten we hem mooi naar beneden lopen. Ietsjes verspreiden over je hele papier. En ik moet echt zeggen, kijk, een paletmes is geen overbodige luxe. Want je ziet hoe makkelijk dat je echt alles van je tafel afhaalt en mooi op het papier aan kunt brengen. Helaas, de leverancier waar ik mijn paletmessen weghaalde, die levert niet meer uit. Dus dat is weer dikke pech. Sommige mensen gaan failliet en dan heb je bestellingen lopen die al betaald zijn en je kunt fluiten naar je centjes. Dat zal bij ons in de winkel nooit gebeuren. Kijk, onze winkel is meer een bijzaak. Het is niet de hoofdzaak. We zorgen natuurlijk wel dat alles op tijd lekker de deur uitgaat. Waar mogelijk. Maar het is een bijzaak in de zin van dat ik daar niet van hoef te leven. Dus als het op den duur echt helemaal niet gaat zoals ik denk, dan stop ik er gewoon mee. Even een schone paletmes weer. Mooi schoon. En nu trekken we de bruine eroverheen. Dat is natuurlijk ook makkelijk ook voor een kaartje. Soms wil je gewoon meerdere tinten op één kaartje. Dat kan. Hier zie je echt heel veel donker. Dus dan zou je kunnen gaan van heel licht naar middel, naar donker. En dan, je kunt ook natuurlijk gebruiken wat je wil. Wat ik heb is dan toevallig allemaal hartvormpjes. Maar als deze droog zijn, zal ik ook een paar voorbeelden hiervan laten zien. En ik zag dat ik nog wat mooie kleuren in die andere beker had staan, dus die gaan we ook even gebruiken. Vloeit mooi dicht. En een klein beetje donker. Deze keer probeer ik hem echt heel erg dun over te brengen.
En je ziet ook wanneer je het te dik aanbrengt, gebeurt er niks. En daar waar je hem op een goede dikte eroverheen trekt, daar krijg je dus de cellen. Als het nou mis mocht gaan, wees ook niet bang om gewoon nog een keer eroverheen te trekken. Dat mag rustig. Zolang het je maar niet te lang doorbrandt, dat er een vel ontstaat op je verf, dan kun je dit behoorlijk lang volhouden. En het is ook natuurlijk ook leuk om dit uit te oefenen. En hier is die. Dat is hem. Oké, mensen, bedankt voor het kijken. Ik heb je beloofd, als dit allemaal gedroogd is, het duurt natuurlijk wel een paar dagen, zeker 2-3 dagen, dan ga ik een kaartje maken waar ik deze in ga gebruiken. Bedankt voor het kijken en heel graag tot ziens!